CVSB-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Bader Glas en Schilderwerken. Benieuwd naar de nieuwe winkel? Gieterij 19, Noordwijk Erhout. Dit is VWSB TV. U gaat vandaag kijken naar VWSB ADO 20. Heel veel plezier met kijken. 2 maanden wacht VWSB nu al op een overwinning. En dat moet vandaag tegen ADO 20 gaan gebeuren met Brendan Zigotichem en Tim de Rijk in de basis. En zij vervangen Vuilbrief en Ruigrok. En ADO 20 is dit seizoen een laagvlieger in de topklasse. Als hier deze vrije trap ook via Amson fout gaat en Zerboni aan de bal komt. ADO 20 dus op een schamele 14e plek in deze topklasse. En VVSB, ja, het heeft 2 mindere maanden achter de rug. Maar zou aan het zelfvertrouwen kunnen werken. Dus tegen deze laagvlieger als Zerboni hier een opgelegde kans krijgt. En al snel voor de openingstreffer zorgt. Het verdedigen is niet goed bij ADO 20. Hier springen er 3 man op een bal. En Zerboni zegt dankjewel en maakt 1-0 voor VVSB. En dat wordt natuurlijk met gejuich begroet. Van der Slot. De aanvallend ingestelde rechtsback van VVSB met een voorzet. Die uiteindelijk hier in 2 instanties bij Frans van Niel komt. Tavila. Laat weer eens een van zijn mooie acties zien. Bal stuit het nog een beetje op. En daardoor kan hij net niet voldoende kracht geven achter dat schot. Maar VWSB lijkt dus lekker te beginnen tegen ADO 20. Verspeelt hier wel de bal. En dan kan Van Amersfoort ermee vandoor. Die schiet ook. Maar uiteindelijk is het de redding van Ronald van der Meer. De verdediger van Amersfoort dus mee opgekomen. En zijn schot was nog niet eens zo slecht. Maar Van der Meer pakt de bal goed. En weer laat ADO 20 van zich spreken via Amson. Gaat de 1-2 aan, krijgt de bal terug. Dit is geen buitenspel, dan is het toch een aardige kans hoor voor Van der Brink. Kan VWSB de bal nog niet wegwerken? Van Amersfoort brengt de bal weer in. Amson nog een keertje en dan moet Van der Slot wegwerken. En is dit een corner? Nee, Van der Meer kan hem nog net tegenhouden. Maar ADO 20 bijt in ieder geval even van zich af in Noordwijk Erhout. Zerboni weer. Wint toch vaak dat soort duels. De sterke spits van VVSB. Krijgt de bal terug, wilde ik zeggen. Maar uiteindelijk is het Van Niel, zelfs Perami nog met een aardige kans. En beide kunnen niet de 2-0 maken. Eerst dus Van Niel en daarna nog Perami. En natuurlijk zat ook keeper Jack Laan er goed bij. Tweede helft. Als Van Amersfoort weer is mee opgekomen. En ADO 20 hier aan een toch wel een goed lopende aanval bezig is. En uiteindelijk het schot nog van Amson. Maar Van der Meer redt weer goed. In een fase waarin ADO 20 toch misschien even wat betere van het spel heeft. Is het wel VVSB dat hij hieruit komt via Zerboni? Zerboni moet wachten op de mee opgekomen spelers. Schiet dan uiteindelijk eerst zelf. Kan hier nog geschoten worden door Van Niel. En hij maakt 2-0. Frans Van Niel. En zal dit dan de bevrijdende treffer zijn voor VVSB? Het lijkt er wel op. Want een laagvlieger als ADO 20 zie je toch niet zo heel snel weer terugkomen na een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg. En dat lijkt hier ook op. Goed werk van Zigotichem. Moet ook wachten op aansluiting, vindt hij bij Zerboni. Die probeert het uit te draaien, maar zijn schot gaat over. En het applausje en het duimpje zijn er allebei voor Zigotichem. Die hier de corner neemt, mooi op de wreef. En nou moet VWSB toch nog oppassen voor de omschakeling bij ADO 20. Lijkt ook bijvoorbeeld Kruijvanger te zeggen. Dit is goed gedaan door Van Niel weer. Met de bal naar Tavila. Tavila, Zerboni blijft er vanaf.
dan is het niet Tavila, maar Parami natuurlijk. Uiteindelijk met de 3-0. Hij komt van links. Dus lijkt het net of Tavila het is, maar het is Parami met de 3-0 voor VVSB. Blijft cool en uiteindelijk schuift hij de bal onder Jack Laan door. Zeboni weer. Ook weer goed werk. En nu is het wel Tavila. 4-0. En zo gaan de doelpunten bijzonder rap nu in de tweede helft voor VVSB. Lijkt ADO 20 murf geslagen door de Noordwijkhouters. En dit moet dan toch eindelijk weer een overwinning zijn. De laatste dateerde al van 8 februari. En wat zal dit dan lekker voelen in Noordwijkhout? En VVSB blijft ADO 20 klem zetten. En komt er hier alweer uit. Via Tavila, het balletje op Zerboni, maakt hij het nog mooier. Zerboni voor de 5-0. Gio Vialli Zerboni. Onder de benen door van Jack Laan. En hij bedankt natuurlijk ook nog eens Tavila. En Laan, die zit er verslagen bij. Wissel dan. Josiets gaat eruit. En ook Zerboni, die krijgt de publiekswissel van Wilfred van Leeuwen. En voor hem in de plaats komt Stijn van der Slot. Het applaus is er ook natuurlijk van de supporters. En Zerboni krijgt een staande ovatie. En wordt het allemaal nog mooier voor VVSB? Of kan misschien ADO 20 nog wat laten zien in Noordwijkhout? Via Amson komt de bal voor de paal nog. En dan moet VVSB nog wegwerken. Kan er misschien nog worden gedacht aan een opbouw via Huisman? Zelfde Huisman krijgt hier de bal terug voor de aardige kans voor 5-1. Maar die gaat er niet in. En dus wint VVSB. En daar is Van Hiel blij mee. Ja, nou dat klopt. We zaten in de hoek waar de klappen vielen. En ik hoop dat we er nu uit zijn. Je maakt een paar machtig mooie goals. Leuke aanvallen. Ja, dat moet toch heerlijk zijn weer. Ja, nou, we kunnen ook gewoon voetballen. En dat hebben we vorige wedstrijd ook laten zien. Alleen dan ging de bal er niet in. En nou, op trainingen doen we gewoon ons best en lukt alles. En hier moet je het laten zien. En vandaag lukt het weer. Nou is het Vladimir vorige week bij herhaling gevraagd van wat is het nou, vormcrisis? Of wat is de oorzaak en wat is de oplossing? De oplossing is eigenlijk alleen maar winnen. Nou, wat we deze week gedaan hebben is weer even terug naar het begin en vooral gericht op de organisatie. En dan vooral verdedigend gezien, omdat we daar toch wel te makkelijke goals weggaven. Ja, het heeft geholpen, dus misschien is dat het. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt er dan op de trainingen? Dan trainen we toch iets meer op het moment dat we in balbezit zijn, hoe we moeten staan als we de bal verliezen. En jij kreeg de indruk dat het vandaag uitstekend verliep. Ja, eigenlijk heb je weinig of niks weggegeven. Behouden zag nog maar dan die kleine inzinking even in het begin van de tweede helft. Nog 5 wedstrijdjes en hoe ga je die in? Ja, spelen voor wat het waard is, hè. We willen alles winnen natuurlijk. En we doen het gewoon voor onszelf. En kijken we waar het eindigt. Ja. VVSB TV werd mede mogelijk gemaakt door Bader, Glas en Schilderwerken. Benieuwd naar de nieuwe winkel? Gieterij 19, Noordwijkerhout.